Ik ben 21 jaar huisartskundige geweest met mijn vriendin bij Baron de Aarts van Amerongen. In Noordwijk binnen, het huis heet Calorama. En ik ben begonnen 2 september 1994, dat weet ik nog heel goed. Ik las een advertentie in de krant. Zo'n grote advertentie, wie wil met zus of vriendin mijn huis onderhouden? En ik denk, ik bel mijn vriendin. Ik zeg, heb jij daar zin in? En ze zei, ja, daar heb ik zin in. Dus ik dezelfde dag nog een sollicitatiebrief geschreven en op de bus gedaan. Nou, een week later kwam er een telefoontje van een meneer. En die zou onze neuzen wel eens willen zien. Nou, dat vonden wij zo'n grappige opmerking. En mijn vriendin en ik hadden geen idee in wat voor huis wij terecht zouden komen. Dus we zijn eerstmiddags nog gauw gaan kijken wat voor huis het was. En er stond hier een hele grote haag voor het huis, dus wij gluurden naar binnen. En daar stond zo'n groot huis dat mijn vriendin zei, oh, ik ga niet hoor. Maar ik zei, ja, maar in zo'n huis heb ik altijd al willen zijn. Dus ze zei, dan ga ik ook. Dus de afspraak werd gemaakt en toen wij dat bospad hier opreden, het landgoed op, toen werden we meteen al begroet door meneer Taats. En die liet dus ons het huis van aan de buitenkant zien en vertelde dat het uit de 18e eeuw kwam. En zo is het begonnen. We kwamen hier en we wisten niet waar we moesten beginnen. Er was een tijd geen hulp hier geweest. Dus mijn vriendin Nel en ik besloten dan te beginnen boven en dan per kamer. En alles werd gedaan. En dat was zo'n tumult, dat toen we hier 2 weken werkten, kwam de baron en die zei tegen ons dat hij voor 1 week of 6 op vakantie ging. En wij verdenken hem nog steeds van dat hij natuurlijk op de vlucht geslagen is, want 2 van die vrouwen in huis. Maar ja, toen hij na 6 weken thuis kwam, toen zag het huis eruit als een plaatje. En in de weken dat hij hier niet was, zijn we erachter gekomen dat we voor een baron werkten. En toen wisten we dat we een bijzondere baan gingen krijgen. Landgoed Calorama bestaat al sinds 1848, toen de familie Everijn dit kocht. Maar het is in feite gewoon een boerderij waar kruiden werden gekweekt. En bollen later. En meneer Groeneveld, die dit zo bedacht heeft, dus zeg maar de voorganger van Everwijn, die dacht van ik wil 1 stukje apart. Dus die dacht van ik maak van die boerderij een mooi huis. En ik maak van een stukje grond, ga ik een park maken. En dat is zo rond 1820, 1830 gebeurd. Toen heeft de overgrootvader van Henk, Jan Everwijn, heeft dit toen gekocht. En is toen verder gegaan in die kruidenkwekerij en heeft het huis nog mooier gemaakt dan het al was. En ik kom hier zelf vanaf mijn 13e, 14e, weet ik niet meer precies. Doordat ik op kinderen paste, hier achter het huis zit nog een aanbouw, noemen we dat. En dat heeft Henk begin jaren 70 apart gemaakt om te kunnen verhuren, om een beetje inkomsten te hebben. En daar woonde een familie en daar paste ik op de kinderen. En zo heb ik eigenlijk door dat oppassen hier in de aanbouw heb ik Henk leren kennen. Omdat ik natuurlijk hier heel regelmatig op het terrein kwam. En sinds 1983 kwam ik hier met mijn fietsje en 2 grote tassen waar kranten in zaten. En dan bracht ik hier iedere donderdag de zeekant. En dan weer of geen weer, ik was hier altijd om 6 uur. Mijn laatste huis wat ik dan deed. En dan zat Henk hier in de serre achter de typemachine die er nog steeds staat. Zat hij vaak te werken. Ja, zo kwamen we met elkaar in contact en na een aantal jaar vroeg hij van, goh, weet je, ik zou het zo fijn vinden als jij eens wat klusjes zou willen doen in het park. Nou, het was een beetje maaien, schoffelen en meer rond het huis wat onderhoud. Ja, en er is een relatie uit ontstaan die zo'n 33 jaar uiteindelijk heeft geduurd. Ik haalde mijn vriendin altijd op met een Ford Escort en zo reden we gezellig naar Calorama. Op een keer was ik in de werkkamer bezig en meneer Taats zat achter zijn bureau. En de telefoon die ging. Nou, die stond zoals normaal op de intercom. Dus er komt een heel gezellig gesprek. En ineens zegt de beller, ja zeg Henk,
Wat ziet jouw huis er ontzettend mooi uit sinds de escort service het onderhoudt. Boem, er werd op de knop gedrukt. Ik denk, hé, te laat. Wij worden de escort service genoemd. Nou, daar hebben wij natuurlijk ongelooflijk veel lol om gehad. Maar meneer Taats hield heel erg veel van klassieke auto's. En toen de jarig was, werden wij als gasten gevraagd een miniatuur mee te nemen van een klassieker. En ik heb mijn uiterste best ook gedaan om een heel klein Ford Escortje te kopen. En toen het cadeau met heel veel tamtam en muziek overhandigd werd, stond die kleine Escort vooraan. En daar had ik een briefje in gestoken. Veel liefst van de Escort Service. En zo kwamen wij hier natuurlijk ook op feesten. Want in verloop van tijd waren we niet alleen meer de huishoudkundigen, maar we waren de dames, de ladies, als we het heel goed gedaan hadden, lieve dames. En als meneer Enk jarig was, dan versierden wij de kamer. En dan hingen we vlaggen en ballonnen en dat vond hij geweldig. Kijk, dit is zo'n rolfluit. Ah, daar hingen we ook de boel mee vol, rateltjes, rolfluiten. Er zijn ongetwijfeld nog een heleboel verjaardagskaarten, ik zal het weten. Overal liggen ze in het hele huis, maar ik weet nog, dit is de kaart van 80 jaar. Lieve jarige, 80, vandaag ben je geen jaar ouder, maar slechts een dag vergeleken met gisteren. Nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid. Liefst Nelle Margriet. Leuk hè? Eigenlijk was het heel bijzonder dat we bij veel meer dingen betrokken werden als een huishoudkundige. We gingen op een gegeven moment ook veel andere dingen doen. We maakten bloemstukken met rozen uit de tuin. We vingen muizen, want op een gegeven moment liepen er muizen. En was ik eigenlijk de enige die de vallen durfde te zetten. En er werden reparaties verricht op de naaimachine. En meer van dat soort dingen. Maar meneer Henk was natuurlijk heel vaak niet thuis, want er was nog een huis in Renswoude en in Spanje. Dus wij waren heel vaak alleen. En dan communiceerden wij vaak met briefjes. Dat noemen we maar kattenbelletjes. Maar hij had het hartstikke naar zijn zin met ons. Dan zei hij, jullie brengen de humor in huis, want hij was ook best wel alleen. Hij woonde hier alleen, hij had wel vrienden, maar als wij kwamen, dan gebeurde er weer wat. Op een dag zouden wij de theekoepel gaan doen. Meneer Taat zou helpen. Alles werd ingeladen, een trapje, een ladder, emmers met water. Ik chokte erachteraan met nog wat spulletjes. En toen we bij het pad kwamen wat naar boven gaat, moest meneer Henk even extra gas geven. Dus gutste het water uit de emmers over mij heen. En dus dat was ook weer wederzijds, hadden we veel grappen en grollen. Maar we hebben hier precies 21 jaar gewerkt. Wij begonnen in september 1994 en de baron overleed in augustus 2015. Dat is een hele trieste geschiedenis geweest. Wat ik kan vertellen is dat in de jaren 90 Henk erachter kwam dat als hij niks zou doen aan zijn nalatenschap, dat het dan in een familie terecht zou komen waar heel veel neven en nichten zitten, dat het eigenlijk het hele landgoed, om het maar zo te noemen, versplinterd zou worden. En dan dacht hij, ja, dat wil ik niet. Ik wil dat dit blijft zoals het is. Ik denk halverwege jaren 90 dat hij dus lijstjes is gemaakt van, nou, ik maak er een stichting van, maar wie wil ik daarin hebben? Dus hij had een stichting opgericht waar een aantal mensen in zitten waar hij vertrouwen in had. Hij noemde mij Mr. Calorama. Dat had te maken omdat ik heel veel deed voor hem hier. En voor Marnix was het natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Maar er gebeurde iets heel bijzonders. Want opeens waren we vier handen op één buik. En ja, wat Sikko dacht, zei ik. En omgekeerd. Dat was gewoon heel bijzonder. En achteraf zie ik dat eigenlijk, dat Henk ons heeft opgeleid om zijn gedachtegoed in ieder geval 50 jaar en verder, zeg maar, te kunnen borgen.
maar wat Marnix nu schetst, hè, van de dag dat Henk overleed, we zo ongelooflijk naar elkaar toegevallen zijn in eerste instantie, maar ook gegroeid. En dat, is, ja, dat heeft Henk wel voorbereid voor die tijd. Ja. Ja, wat voor mij belangrijk is om in deze stichting te zitten, is het feit dat ik hier, nou ja, dat ik de laatste eigenaar 33 jaar heb gekend. En dat ik in die 33 jaar zo, nou, best wel intensief met hem om ben gegaan. Zie ik eigenlijk de afgelopen 33 jaar dat ik hem heb gekend als een soort inwerkperiode. En dit voelt ook voor mij als eigenlijk mijn tweede huis. En toen hij mij vroeg, nou, vond ik het een hele eer, vond ik het leuk. Niet wetende wat er op me af zou komen. Als ik dan dat zaakje toch, zeg maar, die ui helemaal afpel, dan kom ik toch tot de conclusie dat ik het uit liefde doe voor de laatste bewoner van het huis. Ik zie het echt als mijn plicht naar hem toe. Nou ja, ook een belofte. Ik heb een belofte gedaan aan hem van Henk. Dat gaan we regelen en wij gaan zorgen dat je Kalorama blijft zoals het is. Tenminste, zover dat mogelijk is, hè. Laat ik het wel zo zeggen. Hij wilde vooral dat het één geheel bleef. En dat het niet opeens allemaal huizen werden gebouwd eromheen of appartementen in het gebouw. Dat heb ik ook wel eens horen zeggen namelijk. Ja, hij wilde toch appartementen in het huis hebben? Ik zei, nou, hij wilde dat aan de inrichting juist niks veranderd werd, omdat dat zo uniek is. Zijn overgrootvader heeft hier in 1848 het huis ingericht. En als je hier binnenloopt, is het nog steeds zo ingericht als zijn overgrootvader het heeft bedacht. Persoonlijk denk ik, waarom we het zo moeten behouden, is dat het in de hele wereld allemaal zo snel gaat. En we zo snel in informatie overal kunnen vinden. En ik denk wel eens dat we het verleden hierbij vergeten. Hoe was het ook alweer? En ja, dat is aan ons echt de taak, vind ik, om dat te bewaren. Ja, en bewaken. En bewaken. En bewaken. Dat ik hier gewerkt heb, dat heeft mijn leven verrijkt. Ik heb gewerkt in een bijzonder mooi huis. Ik heb mensen leren kennen die ik anders nooit had gekend. En ik vond het een voorrecht om voor onze Baron te mogen werken. En naarmate meneer Henk ouder werd, werd ook onze verhouding tot elkaar werd anders. Meneer Henk werd toen kwetsbaarder en daarbij hebben we hem bij kunnen staan. En we hadden echt een vertrouwensband gekregen. En dat is heel bijzonder. Want als je 21 jaar geleden kijkt hoe we binnenkwamen en hoe we uiteindelijk afscheid hebben genomen, dan was dat niet meer echt een werkgever, maar ook een vriend. En ik denk dat dat wederzijds zo geweest is. En dat is ook heel bijzonder. Onze Baron. En die hebben we altijd voor altijd in ons hart gesloten.